Dames en heren, hartelijk welkom bij het spel Dying Light. Een nieuwe game. En hallo meneer, wat komt u doen? Opzout, ik ben even met een toespraak bezig en dan kunnen we niet altijd gestoord worden. Ga maar terug in de rij. Hoppakee, terug. En dit spel, wat? Wat? Oh, er zit er een achter me. Even terug jongens, even terug. Hoppakee, even rustig. Kom op. Mensen, dit is dus Dying Light, een van de nieuwste games. En ja, dit is toch een beetje de vernieuwde Dead Island. Jongens, wat heb ik nou gezegd? Blijf even erachter. Kom op. Geen gezeur, blijf wachten. En zoals je ziet, ziet het er redelijk mooi uit. Mijn graphics staan op zijn laagst. Dat komt omdat mijn PC best wel moeite heeft om deze game op een hele goede manier te handelen. Dus vandaar... Het is gewoon schitterend, het spel. Het is wel een van de zwaarste spellen die ik ooit op mijn PC heb gerund, denk ik wel. En we gaan eens kijken wat we kunnen doen. Report meeting with the tower's leader of the Grey. Yeah! Oh, dat bot. Ik heb mijn bot geraakt. Zo, dood jij. $42. Wat komt er achter me aan? Ik hoor wat gillen. Nee. Soms hoor je wat gillen en denk je, wat hoor ik nou? Kan ik hier doorheen? Yes. Kunnen die zombies hier doorheen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Kom maar, zombie. Wat ga je doen? Ga je doorheen? Nee, hè? Dat kan niet, hè? Je kan hier niet doorheen, hè? Kiekeboe! Kiekeboe! Ha-la-la-la-la! Hey, wat kunnen we hierin vinden? Een zakje noedelkoekjes. Het zijn koekjes. Ik pak ze mee. Lekker koekjes. Ik eet ze ook gelijk naar binnen, hè? Want ik ben nog een vreedzak. Gelijk wat je vindt, dat pak je. Verse kaas te koop. Dag mevrouw, heeft u zin in een kaasje? Dat kan. We hebben heel weinig nog in de toonbaan. Die komt omdat het best wel snel uitverkocht is geweest. Het was hier ook zo druk natuurlijk. Mevrouw, wilt u achteraan de kassa aansluiten alsjeblieft? Ik kan niet iedereen helpen. Ja, u ook. Blijf even rustig in de rij wachten en dan komt het allemaal goed. Blijf in de rij, zei ik. Naar achter jij. U mevrouw, u loopt naar achter. Oh, smerig. Kom maar. Wow. Zo. Ga wel snel even up zo. Dat is een goede manier. We kijken. Yeah. Oké, daar komt hij. Nee, ik moet hier doorheen. Door het dak. Oh, ik moet bellen. Wat een mooie mobiel. Crane hier. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Team up with Becken in the tower. We moeten naar de toren toe. Nou, dat is hier zo. Niet te missen, de toren. Ik kan het even laten zien. Kijk eens. Nou, die was zeker niet te missen. Hoe komen we hier naar binnen? Inmiddels heb ik een nieuw wapen gekocht. Het wordt wel een beetje donker, denk ik. Alhoewel, ja, ik heb het gevoel van wel. Dus daar moet ik mee uitkijken. Want s'avonds, als het donker wordt, dan komen er allemaal rare zombies. Of heel vreemd allemaal. We gaan eens kijken hoe hoog we kunnen komen. Nou, dat halen we net. Oh! En hier moeten we dus... Oh, agility level up. Oké. Misselijkheid, factor 3! Find Gazi's place. Dat is onze missie. En deze antenne kan mij dat vertellen. Waar is Mother's... Of waar is Gazi's place? Ik gok die kant op. Dan gaan we dat maar gewoon eens doen. Kunnen die naar beneden? We kunnen het wel, maar dat is een beetje... Wacht, we gaan eens in die zakken landen. Yeah! Dat was heel rustig. Dat was heel erg lekker. Lekker zacht. Lekker zacht. We gaan via het bruggetje. Gaan wij langs de brandende auto. Dag brandende auto. Activate light trap. Wat is een light trap? Oké. Okay. Grappig. Er zit iets op de map zit hier en dat is hier zo, binnenin. Ik ga eens kijken, wat is hier? Zitten hier monsters? Zit hier een zombie? Hier ligt er wel één, maar die is waarschijnlijk al een paar weken oud. Aerosol heb ik opgepakt. Ik ga even een lampje aan doen. Oh, ik hoor iets. Komt hier vandaan? Komt hier in de buurt vandaan? Waar zit het? Hierboven? Hallo? Hallo? Is er iemand? Hey, blijf daar eens vandaan, jij! Vieze snoepert! Vieze snoepert! Hey! Ga dood! Ga dood! Dood! Waarom gaat hij niet dood? Ik snap het niet! Ga dood! Hij gaat niet meer dood! Ik meen dit! Hij gaat echt niet dood, dat beest. Is hij nu dood? Yeah, hè? Damn. Hij was serieus echt moeilijk om te verslaan. Ja, ja! Vieze rek. Snoepert. Wat zit er in die kast? Stay away! Shit. Sorry, mate. Pull that thing
how to use a handle. Zo, ik heb hem gered. Alsjeblieft, meneer, met het mondkapje. I was hiding from the flesh eaters. Thanks for your help. Thanks for your help. Nou, graag gedaan. Dat is dan 3 euro. Kunnen we hier doorheen? Waarom kan ik hier niet doorheen? Ik wil hier doorheen. Potverdorie. Zit er op slot. En dan heb je alles op slot en dan ben je nog in gevaar. Wat een zeikert. Met een vrouw. Zit daar een rood huisje op de map? Ik denk dat dat ingenomen is door een... Ik weet niet of we dat kunnen... Oh. Hallo. Misschien kunnen we hier er overheen, want dit hebben we nog niet overgenomen. Hallo, zombie. Oh, dit is een agressieve. Holy crap. Er zitten nog meer zombies. Die moet ik allemaal eerst doden. En dan pas kunnen we dit gebied overnemen. Hallo. Oh. Hebben we deze plek nu overgenomen? Dat zou heel mooi zijn, want als we deze plek overgenomen hebben, dan heb ik weer iets nieuws. Kijk eens, we hebben een plekje beveiligd. Oh, wat gaaf joh. Nou, hier kunnen ze dus niet meer komen, die zombies. Dat is heel mooi. Daar ben ik wel heel blij om. Misschien kunnen we even, dan moeten we nog steeds naar die plek toe van die moeder. Of Mother's Day, find Gazi's place. We zijn er denk ik bijna. Gaan we door die pijp heen? Nee, dat kan ook niet. Hoop zombies hier. Ik denk dat dit wel een beetje het einde van de map is. Ik ga eens kijken hoe groot... Ja, we zijn helemaal naar de hoek toe, joh. Ik heb het gevoel dat het heel erg bevolkt is met zombies. Ik kan het mis hebben. Maar ik heb het gevoel dat er heel veel zombies zitten hier in deze omgeving. Ik kan het mis hebben. Hallo. En ook een sterke zombie zit. Ik spring er maar gewoon even overheen. Het zag wel uit als een big zombie. Oh. En als het goed is komen we nu bij een plek waar mensen wonen. Find Gazi's place. Nou, we gaan eens kijken. Zit hij hier? Klop op de deur. Wow, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Kunnen we hem open krijgen? Nee, hier zit dus Gazi niet. Gazi! Mama ain't happy. Ja! Nobody happy. So you better make mama happy. Moeten we weer soy voor hem halen. Dat zijn ook allemaal zulke questen op die manier. Altijd, je bent altijd zo'n mannetje die alles moet doen voor iedereen, weet je wel. Want ja, er is een zombie-apocalypse en jij mag toch wel dood. Dus ga dat maar lekker zelf doen. Nou mensen, dit was de kleine preview van Dying Light. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vergeet geen like achter te laten. En wie weet ga ik nog wel een keer zo'n video maken. Ik vind het wel een hele toffe game. Ziet er goed uit. En hij is best wel anders dan Dead Island. Hij is natuurlijk veel malen mooier. En ja, tot de volgende keer. Doei doei!